Het is heel gunstig om dat zeg maar rond een uur of 11 erop te hebben staan. Oh, ja, met Amerikaanse zones, hè, tijdens. Mooi kleine nekkie. Lijkt wel een vlinder. Dank je. Nee, ja, ik kan maar vol. Niet jij. Nee, maar ik heb een mond. Wat? Ja, ik heb een mond. Ja, maar we doen er nog geen touwtje aan. We gaan er niet vliegen met jou. Mijn leven is te kort om niet op te letten. En zeker op in het dorp. En zeker daar, want ze rijden daar keihard. Ga dan een disconnect maken bij dit kapsel. Dat houdt in dat dus de lok blijft wat langer. Maar dit hele ik krijg binnenkort een meisje dat helemaal een lange haar af gaat knippen. Ja. Dat is ook spannend, hè? Ja, dat is toe als je het van in één keer heel lang kort laat. Die heeft haar tot over de billen. Vreselijk saai eigenlijk. Ja. Opa wil een staartje. Ja. Ik ben wel grappig, maar het mag niet van oma. Ja, hij is wel leuk, opa. Ja. Is wel een lekker kereltje. Heel sterk, want dan komen bijna alle knopen. Oh, dat zie je zo. Ja. Kijk, wel leuk om te zien. Ja. Een pak haar, hè? Ja. Een dikke vliegtuig. Lijkt me leuk als je dan zo aan het knippen bent en niks in de gaten dat hij op de lens gaat zitten. Oh ja. Het is naderhand zo'n zwarte vlek die overal zit. En ik heb laatst in mijn laatste filmpje ook gebruikt. Heb je dat gezien dat ik zo onderaf kom in het filmpje? Ja, die was ook heel belangrijk. Oké. Ken je die meisjes ook? Nee. Die wonen ook in Beuningen, allebei. Zij, dat blonde meisje, die werkt op het plein bij de brillenzaak. En die wonen allebei daar bij de tinnengieter, aan de rotonde in die boerderij. Van Ventiel zijn die. Zijn schippers ook bij die? Ja, schippers. En die gaat waarschijnlijk binnenkort naar Nieuw-Zeeland. Echt heet en moeilijk. Nou, daar is je moeder van meegekomen. Ik zei, ik wil er mee, maar dan moet ik moeilijk mogen kijken. Apart? Nou, dat is een best grote groep die dat draagt, denk ik. Dit filmpje wil ik eigenlijk kijken of vanavond al op kan zetten. Ja. Okay. Het is heel gunstig om dat zeg maar rond een uur of 11 erop te hebben staan. Oh, ja, met Amerikaanse zones, hè, tijdzones. Oh, zo, ja. Ja. Ik heb ook mijn computer op Engels staan. Ik wed dat Thijs morgen gaat gillen. Ja, dat deed hij eerst ook. Wie is Thijs? Thijs is een van mijn leerkrachten. Oh ja, die ken ik wel. Ja, die ken ik al. Nou weet ik al wie dat is. De vorige keer ook gillen. Ja. Leuk toch? De schilder. En Bert stond alleen maar stil. Ja? Bert stond echt zo. Wow. Maar Frans had je ook nog gezien. Ja. En die vond het heel leuk. Je had filmpjes. Ja, ik zal vandaag van hem komen. Ja, die van mij die vinden het wel stoer. En ook die van Frans die vinden het ook wel stoer. Maar jij vast van wat je ziet, Abby, van Robin? Nee, mijn mama niet uit als ik het leuk vind. Dat moet je altijd doen. Nee.
vind ik zo'n stomme opmerking niet te kunnen plaatsen. Maar kort haar heeft een hele hoge aardbeidsfactor. Dus het aanrakingsgevoel is heel groot. En dat is nooit kwaad bedoeld. Het is heel lieflijk. Dus eigenlijk de schoonheid van kort haar is echt geweldig. Mama, wil oma het nou wel of niet kort laten knippen? Oma. Ja, want die is het best wel lang. En rood? Ja, ik kan heel lang heeft het. En rood? Ja, wil oma gaan. Oh, dat wil ze. Ja, heeft ze. Ze heeft rood. Dus het kan wel. Best leuk om zo oma ook een keer op een YouTube film te zetten. Ik heb mijn oma er ook op staan, dus ik ga het schelen. Stay alone. Oké, leuk. Maar dat is ook logisch, als je samen bent is die energie gewoon anders. Want Emmy, die van Vertiel, die gaat naar Nieuw-Zeeland staan lopen. Wel leuk. Wil je elk weekend naar Londen? Elk weekend. Dat is wel leuk toch? Kost geen drol. Ik hoef toch niet elk weekend. Nou, die kleur is wel aardig opgelegd deze. Ja. In de toekomst hoop ik ook iemand te vinden die kan filmen. Ja. Dan heb ik wel natuurlijk, ik breng veel variaties in door de hele tijd wat beweging met mijn camera. Maar het is veel fijner als je iemand hebt die gewoon kan inzoomen en dat soort dingen. Ja. Maar goed, daar zou je met deze camera's ook niet kunnen inzoomen. Krijg van dat wiebelige beeld. Ja. Ik zou wel lachen als je dan op school komt. Een heel deel kat. Als zullen de jongens wel weer gaan zeuren. Ja? Zijn maar jongens toch? Ja. Dat is wel grappig dat je zo via die media zoveel mensen weer ontmoet. Ik vind dat wel leuk zo. Dat is die oude schoolvrienden en zo. Dat is wel leuk. Ja. Zo'n manneke heb je gewoon 40 jaar niet meer gezien. Dat is lang. Piep, volgens mij heb je mijn broek aan. Want ik heb ook zo'n knopje in bij zo'n groot gat. Nee, deze is van jullie. Kennen jullie mekaar's broek aan? Ja. Oké. Dat is zo gek. Slijmert? Bij schoolbank.nl. Oké. Okay. Dat was altijd tegen. Schoolbank.nl? Ja. Dat hoef jij nou niet te kijken hoor, dan kom je geen oude schoolvrienden tegen. Dat is meer voor onze generaties. Wat heeft papa dat? Dat is leuk. Jan,
Joey was toch ook van zijn ouders geweest, hè? Zou ik Joey later ook nog kennen, denk ik? Als je wat blonde haar hebt, is ook dat je wat minder vet haar hebt. Ja. Omdat blond pakt veel meer de vet op. Ja. Dat blijft ook altijd zo. Die was dat gewoon eerder, dus zij is logisch dat zij jij altijd het zusje van blijft. Smeden. Ik snap ook niet waarom dat ze de Suriname vernemen. Ja, dat vind ik juist grappig. Ja? Ik ook, maar ik snap niet waarom dat ze dat doen. Wat ik ken wel veel Surinamers, maar hier hebben we weken doen ze niet. Het is allemaal relaxed. Er zitten rustgevende producten in en dat is echt hartstikke gaaf. En die, ook die scheep, die, bijvoorbeeld die shampoo die erbij zit, die komt in schuimvorm uit de fles. Oh, dat wil je helemaal niet weten hoe dit was. Dan had je het gevoel dat er kraaien met de, of kippen met de klauwen in je hoofd stonden. En die echt de hele hoofd uit de pot probeerden te krijgen. Maar het hoeft niet zo lang te zitten. Ik vind ook wel mooi dat de zon een beetje inschijnt. Ik heb een grote oma een foto aan het sturen. We zijn al een week op vakantie. Ja, wie zou ik dan voor vlogjes? Dat is Theo. Dat wist ik helemaal niet. Maar bij deze? Ja. Nog een zonnetje erin, hè? Stuur. Hé, we knetteren. Voel je het? Ja, dat mama net ook. Ja, het is altijd s'avonds. Oké, doe maar even. Oh. Ja, moet wel een beetje te zien zijn, hè? Anders dan. Ik denk naar de hand van. Ja. Nou, hij is wel grappig. Hij is.